in de opstelling die u hier links in uw beeld hebt. Zelftal maakte er in 33 goals, speelde 350 officiële wedstrijden voor Ajax. En hier betreedt hij het veld van het Olympisch Stadion. Driemaal was hij de beste voetballer van Europa. 71, 73 en 74. Tweemaal topscorer. Beenbergse grap. Eversen. En daar is hij. En de voorzet. Nu was iets te klein. Gepakt door Keizer. En daar is Kruijf. Daar is Kruijf. Kromme paas. Bayern München staat derde in de Bundesliga. Kruijf. Kool. Goeie opening. Op Kruijf. Kruijf op rechts. Daar is de voorzet. Link. Kruijf. Achtervolgd door Oblak. En nu Breitner. Dat is Ornesen. Kruijf. Eén passeerbeweging en de paas. En een kop. Hete lucht de koude avond inblaast. Met Kruijf hier aan de bal. Dat Ajax het danig moeilijk heeft. En dat is echt geen flauwekul. Kruijf. Een veelvoud aan de schijnbeen. Bedoeld voor Kruijf, maar een te verre dieptepaas. Kruijf vecht zich terug. Weggezet. Kruijf, daar gaat hij de lucht in, daar komt hij. Zet maar. Erkens. Kruijf, zeer zwaar gedekt. De Duitsers maken er zeer beslist geen grapje van. Als Kruijf wil uitblinken, dan zal hij het op pure klasse moeten doen. En anders gaat de show naar de andere. Weer is Swanborn met Kommen. Kromme bal van Kruijf. Voorlangs. Werd weggezet. Kool. Kruijf. Voortreffelijke paas. Schwarzenbeck komt weg. Kruijf. Tahamata. Leer nu de lucht in. Uitstekende kopbal van Leerbu. Hier ziet u het. Opzet van Tahamata aan de kopstoot van Leerbu. Kruijf met de rechtervoet. Vol op de dreef. Kruijf meldt zich voor dienst. Daar is hij. Langs één man. Obstructie. Die nooit tegen hem gespeeld hebben. Die zijn zeker niet onder de indruk. Dit is zijn vrije schop. Opnieuw. Kruijf ontzettend heftig op de huid gezeten. Nu staat Breitner weer tegenover hem. Eén man gepasseerd. Met een keerverlosse beweging. Kruijf. Ornesen. Kruijf. Naar binnen. Naar buiten. Weer naar binnen. En dan... Kromme paas buitenkant schoen snijdt, maar zo zoetsappig als u het misschien verwacht had, dat is het toch ook niet. Kruijf, schot linkervoet. Solo. Kruijf neemt over. Nee. Kruijf. Omstreeks 25 minuten gespeeld. Ajax nog steeds met 1-1 achter. Kruijf met werkend, opening de baan. Trekt terug. Kruijf, nu is er een beetje ruimte. Ja, schitterende beweging en dan wordt hij opgevangen. Dat is niet leuk. Zo kan het, ja. Kruijf,
Erkens niet. Valken Zwangor. En daar is Kruijver. Links voor de goal. Kruijver, wat doet hij? Een kromme bal op links. Dat ontbreekt nog. Kijkt u naar de herhaling. Kruijver op links. Links voor de goal. Kruijver wacht op link ter plekke is en zendt dan deze bal. Intussen. Kruijf. Dan heb Kruijf. Paas van Kruijf. Weggehaald Rausch. Opgevangen Erkens. Nieuwe paas. Er is te veel ruimte. Te weinig overnemen van dekking. En Bayern München is uitzonderlijk gretig. Kruijf. Cruijff moeide zich mee. Een corner van Cruijff, van links. Met de rechtervoet. Oh, wat slecht. Merkwaardig is dat. Hij kan het herstellen. Schot. En de gebaren zijn er weer als van ouds. Daar. Leerbu. Cruijff. Eén bal. Je zou bijna zeggen, ze zijn te serieus die Duitsers. Ze vatten dat toch even niet goed op. De bedoeling was briljante spielerij. Maar daar zijn ze veel te serieus voor. Ajax zal het echt op klasse moeten maken en daar ziet het niet naar uit. Cruijff. Schitterende voorzet. Moet een goal zijn. Moet een goal zijn. Link naar Hamata. In de diepte. Cruijff. Aardige paas aan Cruijff. Cruijff moet nu langs zijn man. Augenthaler is er ook wel langs. Is ook op snelheid. Gaat schieten. Van richting veranderd corner. Cruijff goed doorgegeven. De Hamata. Cruijff opnieuw. Naar het centrum. Gekopt door Cruijff. En goed gekopt ook. Opnieuw Cruijff. Erkens. Lange voorzet. Weggehaald goal. Cruijff. Keizer. Geert Meijer. Cruijff. Een 1-2'tje. Dat is de vraag. Daar is hij. Cruijff moet zich dan maar overal mee gaan bemoeien. Wil er nog iets van terechtkomen. Cruijff aan de zijlijn. Gooit zelf. Daar is hij. Uit Meijer. Ja, Cruijff. Goed. En nu maakt hij. Paas van Cruijff. Cruijff. Komt niet lang. Cruijff. Meijer. Cruijff niet goed aangespeeld, maar toch komt hij om Schwarzenberg heen. Draait nu om Meijer, om Breitner heen. En daar is het schot. Leerbu. Cruijff. Goed afgegeven. Schoenhaker. Schoenhaker schiet. Cruijff. Eén man. Kwijt aan de tweede. Maar ten koste van. Oh. Die er een flonkerend Ajax-avondje van had willen maken. En die de kans niet heeft gekregen. Krol. En hoont het elftal.
dat zo gruwelijk faalt als Ajax hier na rust. Cruijff. Een paar kussentjes. Cruijff nog een keer. Meijer. Voorzet komt bij Cruijff, maar hij staat buitenspel. Die verspeelt nu dan een keer. Cruijff. Is illustratiever dan woorden, denk ik. Cruijff. Meijer. Schot. Ja, als CRM er ook al niks meer in ziet, want de chauffeur werd daar naar de wagen opgeroepen. Cruijff. Krol. Cruijff. Waar blijft het doelpunt? Wim. Meijer. Cruijff. Nou moet hij het alleen doen. Schwarzenbeck is bij hem. Daar komt de paas. Nee. Waarschijnlijk om Cruijff de gelegenheid te geven, nu alleen het veld afgegaan. Ja, dat doet hij. Handjes schudden met Kurt Müller. Ja, het is een aftocht waarvan we ons iets anders hadden voorgesteld, die veel mooier had kunnen en moeten zijn. Dan bij deze 0-8 stand en in een laatste wedstrijd in Nederland, waarin hij, al wordt hij hier ook gehuldigd, niet heeft kunnen schitteren. Nico Scheepmaker heeft van hem geschreven.